Verhaar. Och, mooi meegegeven. Muren. Breed, dit moet een goal zijn. Oh, die bal wordt zo ingeleverd bij Swinkels. Ache. Jongen. Hoe is het mogelijk dat je die bal niet kunt vol raken aan de andere kant? Is Becker weg, die krijgt een heel klein duwtje. Daardoor wordt de hoek moeilijk. En heeft de rest van zijn ploeg niet de snelheid om hem sowieso te kunnen bijhouden. Maar de kans is voor deze man van Sparta na een dik kwartier voetbal. Emmers neemt al neus waar voor Beugelsdijk. Die werd geblokt en kon er niet bij. Verhaar gaat schieten. 2,23 meter. Een lastige bal voor de doelman. Swinkels heeft er ook problemen. Becker overgestoken naar de linkerkant. Donsen loopt er langs en de bal verdwijnt naast het doel via Valkenburg. Immers, Becker slim gekopt en meteen weg. En dan is het randje buitenspel. Mag hij door en komt hier naar alle waarschijnlijkheid de eerste aardappel aan. Hij wordt breed gelegd op Johnson en die bal gaat er niet in. Ja, aan zijn aandeel ligt het niet van Becker. Want de assist is prima, maar deze moet er wel in. Het overkwam Ache eerder deze wedstrijd aan de andere kant. Maar deze bal moet er echt in. Johnson verdedigt mee, maar dat is niet zo handig. Daarmee komt er een mogelijkheid voor Doekel. De herkansing voor Ache. En loopt het goed af. Mogelijk dat een standaard situatie uitkomst brengt voor ADO. Zo niet. Hoewel, zeg nooit, nooit. Immers. En deze verdwijnt in het zijde. Is eigenlijk, nou, een grote kans kun je niet noemen. Het is een kansje. Trappe bal van Verhaar. Mogelijkheid voor Sparta. Kopbal Muren. Redding Swinkels. Tweede dikke mogelijkheid voor Sparta. Dat bijna aan het begin van de tweede helft op een 1-0 voorsprong komt. Voor rust kwam er uit de tegenstand van ADO een kans aan de andere kant. Komt hij er nu ook? Ja, die komt er nu ook, maar daar kan Johnson niet bij. Die loopt wel mee, maar die steekt verder geen lichaamsdeel uit om tegen die bal aan te krijgen. El Kayati, ja, wat een goal! Wat een slimme goal is dat! Oi, 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 wat een slimme goal is dat! Vijfde minuut daar rust uit de tegenstand waar Muren zijn kopbal nog gekeerd ziet door Swinkels. Is het El Kayati die ADO daarna op een 1-0 voorsprong zet. Nasser El Kayati. Kijk eens hoeveel ADO-spelers hier opduiken. En uiteindelijk met Valkenburg als winnaar en El Kayati aan de bal. Becker. ADO forceert Becker. Wat een geweldige uithaal. Goeie redding, Kortsmit. El Kayati, al die varianten komen voorbij, Ache verdedigd uit. Maar nu komt de voorzet vanaf de andere kant. Komt hij voor de voeten van Valkenburg uit de draai in twee keer Kortsmit. Ja, je moet echt, en dan wordt hij bijna gepasseerd door een eigen speler. Maakt hij nog een keer een redding en maakt hij inmiddels 4 reddingen in totaal. Heeft Manschot inmiddels gefloten. Joost mag weten waarom, maar met name Valkenburg krijgt die bal van 2 keer korte afstand niet langs Kortsmit. Ja, hij stopt 4 strafschoppen recentelijk, dus dit kan er ook nog wel bij. Het ongeloof staat op het gezicht van Alfons Groenendijk. Becker. Oh, mooi gewacht. Meijer schopt over. Doegel. Bronjo, Doegel, linkswacht Goodwin, Doegel, kiest de as, daar is het zo ongelooflijk druk. Muren, en de paal, voor het eerst dat Swinkels gezien is, wel in de goede hoek ligt. En het dus maar de vraag is of die bal, mits op het doel, tot een treffer zou hebben geleid. Ah, klassiek, de doelman die mee naar voren, mag ik mee? Ja, natuurlijk, hij zal wel mee moeten. Het kan, het is niet ondenkbaar. Het levert in ieder geval een hoop onrust op bij de tegenstander. De aanwezigheid
Nu van Kortsmit, een vuist van Swinkels. Becker, Kortsmit duwt en trekt en mag daarbij blijven staan. Becker, als hij zich ontdoet van zijn tegenstander, wordt het een race naar de overkant. Becker met bal. Dit is buitenspel. Dit is buitenspel. Dit is echt buitenspel. En de grensrechter wacht alsnog. Ja, ja, natuurlijk is het buitenspel. De doelman is weg. En er staat er voor één aan spelen. En het is afgelopen in Den Haag. ADO wint met het nodige bloed, zweet en tranen met 1-0. Dit competitieduel van Sparta